Ja, ik ben Dirk Hupping, ik ben mede-eigenaar van de Otmar Bierbrouwerij en Otmar Herberg en Bierspa. Samen ben ik dit gestart met mijn zwager Bart Nijhuis. We zijn gestart in 2010. In 2016 zijn we hier op deze locatie gekomen met de brouwerij, samen met de gasterij en nog een paar andere dingen. En vorig jaar in 2022 zijn we hier achter gestart met de Otmar Herberg en Bierspa. Wat wij eigenlijk onze klanten, onze gasten willen bieden, is een maximale bierbeleving. Zelf ben ik een aantal jaren geleden in een bierspa geweest in Tsjechië. Nou, dat idee was gewoon top, was geweldig. En dat leek me altijd al leuk om hier toe te passen. Nou, en toen kwam de mogelijkheid. Dus de herberg, dus dat betekent ook 12 kamers, allemaal in de biersferen, bierstijlen. En dan dus de hele belangrijke bij de bierspa. Ja, we staan hier nu midden in de brouwerij. Dus de koude kant van de brouwerij, officieel gezien, begint officieel bij de warme kant van de brouwerij. Dat is in het brouwhuis hier in de gasterij hiernaast. Dus midden in het restaurant, daar brouwen we alle soorten bieren. En vervolgens na een dag brouwen gaat het hier naartoe, naar dit gedeelte. En hier achter mij zie je de tanks. Daar gaat het dan in samen met de gist voor de vergisting ongeveer een weekje. Dan een aantal weken lageren. Nou, en uiteindelijk als het bier goed is, dan kunnen we hier zelf alles afvullen of fust of op fles. Dus eigenlijk van begin tot eind doen we het complete brouwproces op hier. En dat is dus ook weer een mooie combinatie met de bierspa, met het proeflokaal wat hier weer een paar meter verderop is. Dat we daar direct het verse bier naartoe kunnen doen. We zijn hier in de Otmar Bierspa gedeelte. We hebben eigenlijk drie ruimtes hebben wij. Mout, hop en water. We zijn hier dus bij de moutkamer. Dat is een ruimte, er zit net iets meer. Er zit ook een dompelbad zit erin. Voor de iets grotere groepen van rond de 16 personen. Nou, in totaal dus drie kamers. Je kunt hier met stelletjes naartoe van 2 personen. Maar we kunnen de kamers ook combineren naar 40 personen. Dus in principe van 20 tot 40 kun je hier terecht. Nou, zoals gezegd, het is wel wellness, maar het is ook heel veel plezier hebben. Ja, gewoon lekker ouwehoeren met de hele groep. Maar dit is dus de hopkamer, de middelste kamer. Dus ook echt de thema's in de ruimtes doorgevoerd. Nou, en dan gaan we eigenlijk naar de laatste kamer, dat is de waterkamer. De kleinste, dus thema water zit eraan. Dus ja, een mooie blauwe kamer eigenlijk. Ja, het idee is ontstaan, ja, zoals ik net zei, in Tsjechië eigenlijk. Want daar hadden ze eigenlijk baden voor 2 personen. En hier was wel echt de wens van iets groter ook. En nou, waarom wij voor deze hebben gekozen, was ook, hij ziet er mooi uit van de buitenkant, dus houten wouden we graag. Maar we hebben veel sessies op een dag kunnen we hebben. Dus vandaar moet hij ook snel schoongemaakt kunnen worden. Dus vandaar dat we ook gewoon deze binnenkant wouden hebben, waar we snel schoon kunnen maken. En ja, voor ons dus eigenlijk wel een perfecte keuze daarin. Ja, als de mensen hier komen, dan bereiden wij het eigenlijk voor met gewoon lekker heet water. We hebben eigenlijk één aanvoerleiding, gewoon waar direct warm water in komt. En dan als de mensen komen, gaan we uitleggen wat de grondstoffen doen. Dus we gaan een biertje gaan we namaken. Dus voegen dus de hop, mout en gist toe aan het water. En dat is goed voor de huid, de haren. Het is goed tegen wondjes ook onder andere. En ja, je krijgt er uiteindelijk gewoon ook een hele mooie zachte huid ervan. Dus wij adviseren ook eigenlijk om niet na de tijd te gaan douchen. In deze ruimte hebben wij 2 hot tubs staan. Dus in principe zou je 4, 5, 6 personen in het bad kunnen. De ruimte in de hop hiernaast hebben we ook hetzelfde aantal, dus 2 stuks. En de mout hebben we 3 stuks. De sauna die we hebben gekozen, dus elke ruimte heeft ook weer zijn eigen sauna. De mensen zitten hier voor 90 minuten zitten ze in deze ruimte, hebben ze die geboekt. Nou, dan wil je graag wat verschillende kleinere activiteitjes hebben. En dat je gewoon echt 1,5 uur gewoon maximaal aan het relaxen en aan het genieten bent. En gewoon heel belangrijk. Het ding van het wellnessgedeelte is dus de sauna, waar je lekker in kunt chillen met een lekker biertje erbij. We zijn terechtgekomen bij Welvaren door eigenlijk heel simpel zoeken op internet. En nou, daar kwam ik al snel verschillende tegen, maar wat mij wel opviel was Welvaren. Een mooie duidelijke website, alles goede informatie. Nou, daarna was het eerste moment contact zoeken en dat was gewoon prima, was perfect, dus snel antwoord. Nou, wat wij dus verder hebben, we hebben natuurlijk wel een behoorlijk unieke situatie. Dus die hot tubs zijn ook allemaal aangepast naar onze wensen en eisen. Dus toevoer van waterleidingen, riool, en dat moet allemaal wat sneller. Dat onze processen hier goed in zijn, nou, dat ja, is gewoon perfect meer gedacht. En ja, uiteindelijk voor ons perfect plaatje. Ja, de reactie van gasten, dat is gewoon gigantisch geweldig. Ja, het is eigenlijk altijd zo, als ze eruit komen, zijn ze hyper de pieper blij en ja, komt natuurlijk, ze hebben een lekker biertje op. Maar ook het hele concept, dat slaat gewoon echt aan, ze zijn echt super blij en enthousiast.
En je ziet het ook in de reserveringen bij ons staan. Want ze nemen allemaal weer andere groepjes mee en willen graag laten zien van hoe werkt het, wat is het. En ja, dat is ideaal perfect voor ons. Ja, ik heb nog wel een tip. Wat ik zelf ook heb gedaan is gewoon naar de showroom van Welvaren. En ja, daar kan ik mooi alles zien. Ik kreeg ook gewoon goede advies daar. En ja, als laatste tip, ga het vooral proberen.